dan dat. Maar ik kan er niet tegen als ik weinig vrijheid heb. Hij is weg. Joppe, komt een vliegtuig aan. Ja, goed zo. Oh, en dan komt het weer eruit. Slikken, 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 slikken. Nou. Er is maar een gedeelte naar binnen gegaan hoor, joh. Ja. Hallo, goedemorgen. Vrijdag. Happy Friday. Ja. Ik ben een beetje laat vandaag, ook nog niet opgemaakt of wat dan ook, want het was een beetje een moeizame start van de dag. Want Jax moet een beetje terugkomen in zijn ritmetje, denk ik. En we proberen hem al een beetje hapjes te geven. Eigenlijk hoeft het pas echt met 6 maanden. Maar het is wel leuk om het af en toe te proberen natuurlijk. En ik heb soms ook wel het idee dat hij er echt wel behoefte aan heeft om iets te krijgen. Maar hij snapt het totaal nog niet hoe hij iets moet doorslikken. Hij zit in ieder geval wel lekker relaxed bij nu, dat scheelt al. Dat is nog eens leuk thuiskomen. Ik heb deze 2 zilver shampoos, zilver shampoo en zilver conditioner ontvangen. Ik ben heel erg benieuwd hierna. Een beetje weinig vlog vandaag, maar dat komt omdat we weer eventjes op kraambezoek waren. Morgen weer op kraambezoek, dus we gaan zo nog heel even naar de prenatal. Zonder deze hier. Ja, die ga ik nu heel even voeden en dan blijft die heel eventjes bij Bart. En dan gaan wij even naar de prenatal. Fietsend en zo, even lekker. Zo leuk, hè? Misschien is dit wel handig voor checks met standjes. Het is dus gewoon een ketting. En daar kunnen ze dan op kouwen. Zo leuk, bedacht. Nou, dit is het cadeautje geworden. Ik ben nu al de baas. Een treintje Toby. Hetzelfde treintje als wij voor checks hebben. Superleuk. Hallo, goedemorgen, zaterdag. Jax is er klaar voor. En Jola ook trouwens. Ja. En Bart ook trouwens. Even de koffie erin. Hey Jola. En dan op kraambezoek. Daarna ga ik naar mijn vader. Ja, Jola die gaat eventjes een dagje en een nachtje naar de vader. Dus wij zitten met hem opgescheept vandaag. Nee hoor, ik neem hem lekker mee. Ha. Nou, dat zou papa leuk vinden. Nee, ik vind het leuk. Ik ga de hele dag alleen maar lachen. Ja, jawel mensen, het bestaat nog. Er zijn nog momenten, ook al zijn ze maar heel kort, dat ik even alleen thuis ben. En dat is nu. Oh nee, niet helemaal alleen, want Jax is natuurlijk wel thuis. Die overigens heel erg lang niet wilde slapen en aan het huilen was. We waren op kraamvisite geweest en dan komen we net even iets te laat terug. Dan is hij dus in slaap gevallen daar in mijn armen. En volgens mij heeft hij dan zoiets van, oké, ik heb geslapen en nu hoef ik niet meer te slapen. En dan kom ik thuis en leg ik hem in zijn bedje en dan is dat inslaapmoment echt een beetje voorbij. Dus dan ben ik gewoon te laat. En ik weet nog dat dat ooit, jaren geleden, met Jola precies zo was. Dan had ze bijvoorbeeld in de auto geslapen en had ze echt maar een kwartiertje geslapen of zo. En dan kwam je thuis en ja, dan kon je er gewoon niet meer in bed leggen. Want dan had ze gewoon zoiets van, ja, ik heb nu toch geslapen. En datzelfde gebeurt nu dus ook weer met Jax. Dus ik moet echt gaan leren om in het nieuwe ritmetje wat ik hem eigenlijk een beetje wil gaan aanleren. Ook echt mezelf eraan te gaan houden dat ik dan op tijd thuis ben om hem in bed te leggen. Want anders werkt het natuurlijk helemaal niet. Ben je alweer wakker, man? Ben je alweer wakker? Nee. Hey.
Goed zo, gaan we doorslikken. Je ziet hem echt denken, hè, van ja. Wat is dit? Is dit nou smaak? Hé, hey, weg. Hij is weg. Niet echt sterk, hoor. We hebben een heel romantisch dinertje met z'n tweetjes. Ja. Kijk eens even. Van welke kant? En met Dexy en met Jax. En ja, gewoon even een movie night. Heerlijk. Jola die zou zeggen gewoon weer ongezond. Maar die is er nu niet. Inderdaad Jola, weer ongezond. Hey Dexy. Hey Dexy. Ben je weer een beetje levendig? Dexy was een beetje stilletjes de laatste dagen, maar hij begint weer een beetje levendig te worden. En hier hebben we onze lekkere gezellige man. Hij heeft weer goed geslapen. Ja, en dat is te merken, want nu is hij lekker aan het spelen. Hallo, het is dus zondag vandaag. Ik heb mijn make-uploze dag. Ik ook. En Bart heeft ook zijn make-uploze dagje. Heerlijk, Bart. Oh, heerlijk. Even geen laag, dikke plamuur. Picasso laag erop. Oh. Ik zal je wel een beetje vlogshoppen hoor. Ik voel me zo vrij. Ik ga vandaag lekker alle jaarrekeningen van afgelopen jaar even doornemen voor mijn bedrijf. Lekker op de zondag. Ja, Jola is er niet, dus we maken er even een zakelijk dagje van. Kan ik en ik ga, zoals ik wel vaker op zondag doe, een to-do-list maken. Maar dit keer wordt die, vrees ik, heel erg lang. Aangezien we natuurlijk op vakantie zijn geweest en morgen is het weer maandag. Dus dan gaat echt alles wel weer een beetje, soort van, hoop ik, gestructureerd beginnen. Dus ik ga vandaag een to-do-list maken, mijn agenda invullen. In mijn boekje nog wat ideetjes opschrijven die ik heb voor video's die ik wil maken. En ik ga een schemaatje bedenken voor Jax. Niet zo dat ik ineens een heel ander schema ga hanteren of zo. Ik ga natuurlijk wel gewoon aanhouden wat we nu hebben. Maar wel met wat meer vastigheid en wat meer regelmaat. Zodat hij daar wat meer aan gaat hebben en weet waar hij aan toe is. En we gaan weer oefenen met de fles. Daar zijn we gisteravond mee begonnen. Was een drama. Echt een drama. Hij wil gewoon weer niet uit fles drinken, jongens. Het is echt... Ik heb het weer te lang laten oplopen. Ik heb de hele vakantie alleen maar borstvoeding door de borst gegeven en niet via een flesje. En dus hij weigert nu weer. Maar goed, dan gaan we wel er even een weekje aan werken en dan denk ik dat het wel weer goed komt. Dus dat, happy Sunday! Een beetje een schemaatje gemaakt, maar het is echt maar een beetje een kleine richtlijn, want ja, borstvoeding, het voordeel van borstvoeding is toch wel dat je gewoon op verzoek mag blijven geven. En ik denk dat ik dat toch ook wel echt wel een beetje wil blijven doen, zolang ik nog borstvoeding geef. Dat is nou eenmaal het voordeel ervan. En of dat nou tussen de 3 uur, 4 uur of misschien soms zelfs nog 2 uur is, so be it. Ik kijk gewoon naar mijn gevoel en wat hij nodig heeft. Maar dit is dan een beetje een richtlijn dat ik in ieder geval iets heb. En voor de rest was het gewoon een dagje zo van, hij wil niet slapen. 2 keer overdag heeft hij wel geslapen, maar deze avond is het echt weer een rot avondje. Het probleem dus van wanneer Jax niet wil slapen en het mij tot hier zit, is dat ik ga vreten. En we hadden nog Oreo chocola. Oh ja, die hadden we ook nog. Die zag ik open liggen met het papiertje eraf. Gewoon aangevreten als een vermuis. Ik heb het gewoon nodig. Ik heb het gewoon nodig. Sorry, maar nu heb ik chocola nodig. Oh, echt? Seriously? Nee, ja. Wat? Nee. Ik heb het dicht. Dicht hier laag. Bart, jij hebt het aan mij laten zien. Ik moet je beschermen tegen jezelf. Nee, ik heb het echt verdiend en nodig. Je hebt het niet nodig. Je hebt mij nodig. Ik moet Jola nu ook nog in bed gaan leggen. Kom, ga omhoog. Ik doe Jola.
Hup, omhoog. Oké, ga jij Ole net brengen? Doe een winnaarsmentaliteit, winnaarshouding. Ga zo, omhoog staan met je armen. Zo. Bop. Doe nou maar. Nee, hup, ga daar staan. Alle ruimte. Hup, benen bij het zo, dat je stevig staat. Ik wil mee in mijn pyjama, ik ga niet hup. In mijn pyjama. Yeah, kom op. Ja, en zeg okay. Yes. Haha, yes. I can do yes, this. I can do this. Heel goed. Dat is een andere baby. Dat is buiten. Oh my god, gelukkig. Weet je wat het ergste is? Het benauwt me zo. Dat is het ergste. Nee, dat is nog niet eens het ergste. Oh. Het benauwt me gewoon zo erg dat hij niet wil drinken uit de fles. Het geeft me zo'n benauwd gevoel. Ja, dat straks moet. Terwijl ik zo erg blij ben met de borstvoeding. Maar dit geeft me echt een gevoel van, wauw, ik word gewoon opgesloten of zo. Ik kan er en sowieso daar houdt ze helemaal niet van, want het is komisch. Nee, maar ook niet om dat. Maar ik kan er niet tegen als ik weinig vrijheid heb. En met borstvoeding heb je gewoon weinig vrijheid. Maar borstvoeding geven is zo mooi dat ik dat er wel voor opzij wilde zetten. Maar nu, na 5 maanden, niet die vrijheid hebben om even een paar uurtjes het aan een ander te kunnen overgeven. Ja. Vind ik echt heel benauwend. Snap heel ik. Erg. We hebben echt alles geprobeerd, maar we gaan er weer voor. We hebben het nu dus pas 2 dagen. Kijk, dat is de instelling. We gaan er weer voor. Ja, ik denk, misschien duurt het wel 2 weken. Het kan me schelen. We gaan het elke dag proberen. Bam. En alle tips hebben we al gehad. Je mag ze wel weer geven, maar we hebben echt altijd alle soorten flessen, alle spenen, alle dingen geprobeerd. Bart geeft het, ik geef het. Ik geef het tussen de borstvoeding door. Met een panty eromheen hebben we nog gehoord. Dat ga ik ook proberen. Die gaan we wel even proberen. Ja. Maar echt de gekste dingen al gedaan. Ja. Lopend, zingend, liggend, huilend. Ook geprobeerd. Net nog. Ik krijg allemaal arm. Oké, doei. Dank jullie wel voor het kijken. Niet vergeten te abonneren. En gratis. Tot de volgende vlog. Later. Oh. Daddy life. Rock that joint.